Hallo, hier is Gengo met een nieuwe episode van... Dat is het jongens, jullie kennen het al, Terra Arena natuurlijk, oké. Nou jongens, welkom. En ik heb dus, zoals ik heb gezegd in de vorige episode, heb ik wat offscreen stuff gedaan. En dan gaan we even op M klikken en dan ga ik even laten zien. Want jongens, kijk eens hier, wat is dat daar? Oh, wat is dat in één keer? Dat is best een ding. Maar dat is dus de bait farm wat ik heb gemaakt. Want zoals ik zei, ik ging wat vissen en ik ging wat... ik zou wel zo'n farm gaan maken voor baits. En dat heb ik dus nu gedaan. Dus laten we daar eerst maar even snel een kijkje nemen. En dan wil ik even laten zien wat ik dus heb gedaan. Want ik heb dus wat offscreen ook gevist. Dus daar heb ik een aantal dingen opgevist. En dan wil ik even zien, zoals crates en alles. Maar wat dat dan inhoudt, wat daarin zit, gaan we dus zo meteen kijken. Want ik heb ze nog niet geopend. Dus ben benieuwd. En dan gaan we daarna de dungeon doen. Dus oké. Maar goed jongens, dit is dus mijn farm. Dus als je kan zien, ik heb dit helemaal moeten uithollen. En hoe dit dan eigenlijk werkt, je moet dan eigenlijk, ik weet niet of het met dit ding werkt, moet ik even kijken. Nee, je moet het dus met gewoon een wapen doen, dus gewoon zoals dit. En dan ga je gewoon niet langs en dan heb je een kleine kans dat er een grasshopper of iets dergelijks vanaf schiet of een worm. En dat is dus wat we moeten gebruiken voor aas. Dus laten we even kijken of we iets kunnen vinden. Kijk, kan je. Nope, want de kans is nog redelijk klein. En ik heb hem eigenlijk pas geleden nog harvest, dus daarom dat het niet zoveel dingen zijn. Dus nope, op het moment niks. Maar jongens, zo werkt het dus in ieder geval. En dan kan je op die manier aan heel veel bait komen. En dan kunnen we daarmee gaan vissen. Dus oké, wat heb ik daarmee opgevist? Ik heb trouwens ook, met Ivan heb ik ook wel quests gedaan. Dus ik heb al wat gedaan. Even kijken, you have entertained me enough for today. Go. Oké, dus weet het, dat was dus toch dezelfde dag als nu. Want het is nu nog, het is bijna nacht. Maar wat ik dus dan heb gedaan. Is, ik heb dus zo'n vis ingeleverd. Ik weet niet meer wat het was. Wat was voor soort vis. Maar ik heb zo'n quest gedaan. En dan kreeg ik dit ding van. Deze vis hier op zijn trofeetje. Dus dat was wel nice. Maar goed. Ik heb hier dus een nieuwe kist. Fish stuff. Fishing stuff. En dit heb ik dus allemaal gevangen jongens. Yep. Ik heb ook al potions gemaakt. Dat speciale potions. Zodat ik grotere kans heb op crates of zo heb ik gebruikt. Dus ik heb hier alles in gezet. We hebben hier dus een klein beetje nog aas. Ik heb hier mijn fishing pole. Dan heb ik hier een aantal vissen. En ik heb. Kijk, 95 bases. 95 bas. Dus dat is best veel. En dan heb ik hier zo dus 8 wooden crates. En zelfs 2 iron crates heb ik gekregen. Dus dat is nice. En een klein beetje. Gewoon. Een beetje troep, zeg maar. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik in deze twee dingen heb zitten. Dus laten we dus hier maar even kijken. Mijn inventory is er enigszins leeg. En ja, jongens. Laten we dat maar gaan doen dan. Sorry. Laten we dat maar gaan doen. En ja, oké. Dus eerste kist. Wat zit erin? Wacht, ik moet zeker rechtermuisknop doen. Boom. We zitten. Oeh. Hearth Reach Potion. Wat is dat? Increase pickup range for life hearts. Oké, lol, nice. Silver bars, niet slecht. Tungsten bars en obsidian skin potions, dat is nice. Obsidian skin potions zijn echt super nice voor later. Beetje platinum ore, beetje, beetje potions, wat meer platinum ore. Had ik nou nog iets gekregen? Volgens mij, ja, nog wat meer van die dingen. Even kijken, zo. Oh, wauw, een hele lading gold, want ik zet mijn gold er ook even. Even kijken hoeveel gold ik krijg. Lesser mana, een beetje tin. 7 gold bar, is oké. Tin ore. Oké, en nu de grootste dingen. Oeh, wat? 7 gold en een heleboel van die. En de tweede. Healing potions en meer gold. We hebben 33 gold nu. Holy dang, dan krijg je daar veel gold uit. Dat is ziek. We hebben echt super veel gold uit gekregen. Holy dang. Oké, nou laten we hem eventjes wat weg gaan zetten. Voor mij had ik alles hier nog gezet. Yep. Dus gold, we hebben nu een hele lading van tungsten. Dat zat hier zojuist. Silver. Platinum ore. Tin ore. Nee, de potion doen we straks. En ja, jongens, dat is best wel nice eigenlijk. Best wel awesome loot. Ook gewoon super veel geld. Dus dat heb ik eigenlijk wel nodig. Kunnen we even hier zetten. Dus want dat hebben we een beetje uitgegeven aan spellen zoals bijvoorbeeld deze workbench hier zo. De Tinker's Construct Workbench. En om te kunnen vliegen met onze dingen. Oké, jongens. Maar dat is dus wat ik wil laten zien van wat ik dus offscreen heb gedaan. En wat dus nu mijn idee was, is de dungeon. Oké, maar daarvoor moet ik wel even skippen, want ik moet zo gaan eten. Dus dat wil ik eerst even doen, anders dan moet ik straks mama weer roepen. En dan zit ik midden in de dungeon en dan, dan kom ik weer terug hier. Dus daar wacht ik gewoon even mee. En dan wacht ik ook, dus ik wacht dus tot nadat ik heb gegeten en tot het weer opnieuw nacht is. Want ik denk, als we er nu naartoe gaan, of als ik nu zou stoppen en ik zou er naartoe rennen, dan zou ik te laat zijn, denk ik. Dus ja, wat we nog even kunnen doen dan daarvoor, is een beetje voorbereiden. Dus wat gaan we nodig hebben voor de dungeon? Even kijken, we hebben heel wat torches nodig in ieder geval. Dus, oh wacht, ik moet even, het is een tijdje geleden dat ik haar trui heb gedaan, dus. Even zo doen. Ja, we gaan wat spullen gaan kopen voor, oh wauw. Oké, dat hielp. Een klein beetje van dit.
Tja, en dan kan ik verder misschien wat een beetje gaan vertellen over 1.3, dus de laatste Terraria-update voor degenen die het niet weten. Er is eindelijk een date waar ze hebben aangegeven wanneer die komt. Dus dat is echt super nice, dat is echt super lang. Daar hebben ze echt heel lang mee gewacht, maar het is nu eindelijk gegeven. En het is ergens in juni. Dus ja, niet echt een dag, maar in ieder geval de maand wanneer het komt. Dus in juni, dan komt eindelijk de laatste Terraria-update en dan kunnen we dus... Dan zal waarschijnlijk dus ergens deze serie eindigen, eind van de zomervakantie, zoiets. Denk ik dan dat Terraria klaar is. Dus het ligt eraan hoeveel er in de nieuwe update zit en hoeveel we kunnen doen en alles. Maar, dus we hebben nog alle tijd. En over 3 maanden wil ik dus hebben dat we ongeveer het spel wat het nu is, uit is gespeeld. Dus het is helemaal klaar. En dan als EP3 er is, dan kan ik even kijken wat er allemaal nieuw is. Kan ik zeg maar de nieuwe end bosses, games en alles gaan doen. Weet ik wat er nog allemaal gaat komen. Dus dat wordt allemaal ziek. En, Oké, dus we hebben in ieder geval de torsjes. We hebben dus... Rope niet echt. Ik ben even aan kijken wat echt super nuttig is. Ik ga ook even wat van die potions wegleggen dan. Potions. Even kijken zo. Wacht, kan ik even... Nee, er zit voor de rest niks nieuws bij. Mana potions. Ja, die kunnen we er ook gewoon in zetten. Dat kunnen we ook wel doen. Oké, maar voor de rest heb ik dus niet zo heel erg veel nodig. Want volgens mij is het redelijk simpel. Ik bedoel, ik gebruik gewoon dit met wat arrows. Dus misschien wat arrows dat ik zo even moet halen. Even kijken wat heb ik nog meer. Ik heb de Demonic Ball of Hurt die ik kan gebruiken. En dan hebben we misschien wat meer arrows. Dat wou ik nou even doen, wat meer arrows, hè. Dus naar de shop. Even kijken, waar zijn arrows? Daar zijn ze. Gewoon even wat normale. Dus why not? Zo, dat is wel genoeg voor Skeletron. En dan hebben we ook nog altijd de shurikens, dus dat is ook altijd mooi. En ik zit trouwens te denken aan gewoon een tweede stack torches erbij te doen. Oké, boom. Oké, dus we hebben nu 2 stacks torches. We hebben heel wat healing potions hier gezien. We hebben 13 van 100, dus dat is super nice. Ik moet zorgen dat ik allemaal geld wegzet, maar dan maakt het heel flauw. Ik heb toch niet heel veel, maar dat doe ik nog even. En jongens, dan skip ik dus even tot het weer dag is. En dan, als het goed is, loop ik er meteen naartoe. Naar de dungeon. En dan zie ik jullie daar weer over een klein tijdje. Dus als het de dag voorbij is en ik laat me eten. Dus jongens, tot zo bij de dungeon. Oké, hallo jongens, welkom terug. En we zijn hier bij de dungeon. En ik heb hier met wat touwen, heb ik even een leuk soort van kooi-achtig ding gedaan, waar ik lekker de raaf kan uithangen, zoals je kan zien. En tja, voor de rest heb ik mijn tijd een beetje verdoen hier, bij dit poeltje hier. En ik heb een beetje gevist, dus hier kan je nog mijn dingetje zien, waar ik stond. En tja, voordat we gaan beginnen, dus het is nu nacht, we kunnen dus nu gaan beginnen met vechten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even wat dingen laten zien. Want ik heb weer 3 crates en 1 iron dingen opgevist. Ja, en ik heb nog een beetje warm en wat stuff over wat onderin. Dus laten we eens kijken wat hierin zit. Ja, ik denk wel dat ik genoeg ruimte heb, dus oké. Shine potions, wat gold en weer wat mana dingetjes. En iron skin potions, dat kan ik, dat kan van pas komen. Zijn we met de fight. En de iron crate, daar zit holy shit, jongens. Wat vanity, hè? Ginger beard? Wacht, hè? Huh? Wat doet hij? Oh, het is gewoon puur vanity. Wat, hè? Waarom zie ik niks? Wacht. Wacht even, jongens. Wacht even. Oh mijn god, Mick. Dat ziet er zo raar uit. Kijk dit. Wacht. Kijk dit dan. Yep. Oké. Nou. Maar helaas, als ik dit op doe, dan is het weg. Dus ik moet het helaas houden. Dus, maar dit is wel nice. We hebben een ginger dingetje. Flipper potion zou kunnen zwemmen. Nice, nice, nice. Allemaal goed. Oké, even wat potions innemen. Jou. En that's it. Oké, jongens. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Ik ben er sowieso niet klaar voor, maar dat zal. Oké, old man. You pathetic fool. You cannot hope to face my master as you are now. Oh ja, joh. Daar gaan we dan. Kom hier met je master. Kom hier. Ik heb meer dan genoeg levens. Waarschijnlijk ga ik alsnog dood hoor, omdat ik niet had me voorbereid. Oké. Arrows. Dat is denk ik het eerste wat ik ga doen hier. Oké, Skeletron. Oh man. Ik heb Skeletron echt tegenwoordig al echt sowieso 20 keer verslagen of zo. Dit is echt gewoon. Oh man. Maar dit fight blijft altijd epic. Dus deze fight blijft altijd epic. Kom hier, jij. Oké. En ik moet trouwens eventjes nog even een kleine update. Want ik had er net, omdat ik dus moet wachten. Heb ik even een stream opgezet van een bepaalde 2 streams eigenlijk. ik heb er tenminste 2 streams opgezet.
En die heb ik dus nu opnieuw, maar ze lopen nog wel. Dus als er opeens een reclame binnenkomt met geluid, dat heb ik één keer eerder gehad volgens mij. Dus hoop maar, volgens mij moet het zelf geen probleem zijn, want het is gemute, dus ik bedoel, maar goed. Anyway, wat ik dus eigenlijk gewoon daarmee bedoel is, mocht ik opeens gaan skippen, heel even, dan komt het daardoor. Dat er opeens reclame binnenvliegt. Maar goed, oké, we zijn op een derde alweer. Dang. Dat gaat snel. Wacht, kijken of we het ding kunnen doen. De hamer. Ga je slaan op je kop. Tonk. Tonk, tonk. Oh jee. Hey. Ik ga je vangen in mijn net. Kom hier. Kom hier. Nee, dat werkt niet echt. Dat werkt niet echt. Oké, even een potion. Nou, oké, dat gaat goed, jongens. Dat gaat goed. Kom hier. Oké, zijn handen, dat boeit me op zo niet zo heel erg. Ja, ik kan echt beter gewoon schieten met arrows. Vooral dit. Dit is nice. Zo met die Chester arrows. Hoeveel heb ik er daar nog van? 11 maar. Oké, we gaan zo meteen door op normale arrows. Zal ik iets minder damage doen, maar... zal nog steeds goed genoeg moeten zijn. Oké, dus normale arrows nu. Nu doe ik 13, 10, zo. En dan crits van 20. Dus oké. Nice. Ja, is goed genoeg. Oké, hier. Dat is trouwens ook nog een ding, wat... ook als het goed is bij de volgende eerst van de update gaat veranderen, is dat het nu heen double damage is. Maar dat het nu juist een kans is op half damage. Dus zeg maar dat je juist niet crit, maar dat je het gewoon half de damage gewoon wordt gehalveerd. Tenminste, zoiets dacht ik. Ik weet niet zeker of ze dat dan nog echt gingen doen ofzo. Anyway, dat is dus iets wat ik eigenlijk niet zo heel erg leuk vind. Maar gewoon, het is altijd vet als je een crit krijgt van in één keer het dubbele van je normaal doet. En ik denk, oh ik heb een crit van 500. En ik denk, holy dang. Want dat is het dus mogelijk nu al zo. Dus dat je echt een super OP ding hebt op het einde. De crits kan krijgen van 500. Met een sniper of zo. Met een sniper kan je eigenlijk niet normaal schade doen volgens mij. Oké, ik ben even kijken wat eigenlijk. Of nog iets anders meer schade. Oeh, dit doet misschien ook wel goed. Even healen. Oké, ja, dit lukt dan. Op 1000 levens te gaan. 1000 levens. Dat is een halfwege de nacht op het moment. Dus kom hier, zwaard. Dit helpt. Oké, nou zoveel schade doet dat eigenlijk niet. Oké, gaan we terug naar de arrows, jongen. We finishen mag met arrows. Hoeveel leven nog? 600 of zo? Ja, 600, 500. Oké, ja, dan gaat hij weer met zijn hoofd. Ja, met je hoofd, met je kap. Oké. Wauw. Ik doe wel de hele tijd veel 20 hits en alles. Oké. 100 levens. Ja, is meer dan genoeg. Net meer dan genoeg. Oké, hoeveel levens is hij nog? Nog 100, nog wat. Oké, hier. Pop. Hij heeft me bijna. Wie gaat er winnen? Skeletron of Kingo? En het is Kingo. Haha. Oké, hopelijk iets vets. Oeh, nice. Een Skeletron Hand. En dat is alles. Dit is nice, want dit is een soort van... is dit een grappling hook of is het echt een wapen? Oh, dit is een grappling hook. Yep. Oké. Oh, er zijn twee handen natuurlijk. Oh ja, dat had ik helemaal vergeten. Oké, jongens, we hebben dus de grappling hook van de Skeletron. Nice. Dang, dit is best wel sick, hè? Ik weet alleen niet wat beter is, want als ik nu op E klik, dan pak ik dus met mijn dingen. Ik denk dat deze wat beter is om welk te zijn. Wacht, ik moet even testen. Even deze dingen weghalen. En dan wil ik eventjes... of ik ga even hier binnen staan. Laat ik even testen. Oké, ik wil dus even testen hoe het zit met hoe ver we kunnen schieten. Welke beter is. De hand of dingen. Oké, emerald hook. Schiet tot... even kijken. Oké. En nu skeleton hands. Even ver ongeveer. Nee, ik denk dat... nee, iets minder ver. Ik denk dat skeleton hands net iets minder ver. Maar nog steeds is die wel vet. Maar ik denk dat ik toch liever de emerald hook gebruik. Dus als het goed is gebruik ik nu de emerald hook. Yep. Omdat ik daar gewoon net iets verder mee kan. En uiteindelijk komen er nog veel meer die veel verder kunnen. Maar goed jongens, laten we dan maar de... dungeon in duiken en kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Oké, al deze... wacht, eigenlijk kan ik beter wel die pot ommollen. Wacht, shine potion. Ja, die heb ik niet voor niks. Dus, nou, die maar innemen. Oké. Dan gaan we meteen ook even kijken voor boeken. Dus gewoon even random boeken wil ik meenemen. Maar uiteindelijk kan je allemaal spells maken met die boeken. Dus dat wil ik dan wel even dat ik genoeg boeken heb in ieder geval. Oh, blue torches ook. Voor een eventuele mob arena later of zo. Kijk, oh, we hebben dus random zombie. Hey man, ik ben er ook. Oké, even naar beneden. Gotcha. Oh god dang it. Ja, kom hier. Dang it, annoying. Oké. Boek, ik hoop dat ik die spel vind. Die waterbolt ofzo, volgens mij heet het. Er zijn iets van 7 items als ik goed heb. Oh, wacht. Yep, hier heb je de waterbolts. Oké. Nou. Even die daar zetten. Waterbolts. Oké, we hebben heel wat magic, dus dat is nice. Oké.
Nou, what a bolt. Super nice. Oh, meteen een trap. Oké, we gaan. Oh, dan weer een trap. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen met de. Oh, daar hebben we meteen al de. Een paar van die dingen. Dus oké, what a bolt it up. Yeah. Oké, jongens. Nou, what a bolt vind ik. Het is echt een wapen waar ik eigenlijk voor mij nooit echt zo heel veel heb gebruikt. Maar hij is eigenlijk wel gewoon hartstikke goed. Dus ik denk dat ik eigenlijk wat meer met what a bolt ga. Of omga. En ik hoop trouwens ook wel hier ergens de mechanic vinden. Die vind ik ook, wil ik ook zo wel hebben. Oké, ik heb op het moment genoeg. Oh, crap. Oké. Oh, we hebben een andere waterbolt user hier zo. Kom hier. Yeah, water met water. Oké, en hier is dus de eerste kist. Dus wat ik ga doen, ik ga me elke kist ga ik gewoon een torch zetten. Oh, daar heb ik een. Dan een beetje erdoor. Oké, dan ga ik gewoon overal een beetje. Oeh, wauw. Oh, wow, zijn er nu meer. Het is tijd geleden dat ik dit heb gespeeld, maar zijn er nu meer. Ook, hoe heet het? Furniture season in de dungeon? Oh, oppassen. Kom op, schiet. Raak. Oké, nice. Oké, naar jou. Dang. Ze zijn sowieso wel reskinned. Dat vind ik wel vet. Als ze nu ook rood zijn en alles, met een rood panzer. De Angry Bones. Dat is wel nice. Dus oké, dat is nog wel iets wat ik voor mij nog wel had meegemaakt. In mijn vorige let's play, zeg maar. Mooi, er zijn sowieso al dingen die echt nieuw zijn. Dus die ik echt nog niet ken. Oh, een Blood Moon dingetje. Dat is nice. Oké, hier niks. Oké, ik ben echt wel een beetje aan het exploren. Dus als ik soms wat dingen oversla, dan kom ik een beetje snel door wel. Zo. Oké, oh wauw, wat zit hier allemaal? Oh, dang. Drop it. Oh, we hebben nu weer een waterbot user. Kom hier. Boom, en dan even die skull hier. Die skull is annoying, want die kan je volgens mij silence zelfs goed is. Oké, en dan moet ik nog even hopen op een key. Ik heb nog geen key. Of heb ik al een key? Van mij niet, nee. Jou weg. En jou. Dit ding slaat gewoon echt zo lekker hard. Dus dat is nice. Hey. Oké, hier moet ik oppassen voor die bal. Oké, erdoor. Oeh, oh, wat is dit voor een room? Die had gewoon de sneaker anders. Dat is iets wat ik niet herkende in de dungeon. Voor mij is het echt heel wat aan de dungeon veranderd sinds de laatste keer dat ik in de dungeon zat. Oh, god, denk ik. Ik moet echt even oppassen met al die potion dingen. Kom hier. Ah, kijk, jij dacht ik. Ik ben gesilenced voor een paar seconden. Nope. Oké, dan kan ik weer. Oké, die. Oké, dit kost niet een silence. Oké, ik ga gewoon mijn waterbot schieten. Fuck jullie. Oh man. Dat vrat wel een boel op. Oké, heb ik nu al een key? Nee, waarom heb ik maar geen key? Die. Oh man. Al de waterbots. Ik weet niet welke waterbots nou goed zijn en welke slecht. Oh man. Oké, man, het is ook echt hier. Ik wil echt even wat meer torchen neerzetten. Boep. Oké, even hier naar boven, want hier ben ik nog niet geweest. Daar zit weer een water candle. Kan ik misschien wel even halen. Dat ik nog geen key heb, zeg. Come on, give me some keys. I want keys. Oh man, moet een beetje oppassen. Nee. Ach. Kom eens, zo'n schedel, dude. Ken je een schedel, dude? Oké, heb jij iets speciaals? Voor mij niet. Ik heb trouwens ook nog geen kist gevonden. Dus een speciale kist. Van de hardmode kist. Maar voor mij zijn die er wel al. Oh man. Kijk naar die kist. Holy shit, dat is gevaarlijk. Nee. Nope. Oké, en dan jou. Ja, stop. Dang it. Oké, stop it. Oké, pas. Nou jongens, hoeveel hebben we nou eigenlijk al gehad? Even kijken, we hebben nog steeds geen één key. Moeten we dieper voor keys of zo? Oh wauw, dat was de combo. Dat was nog eens een combootje. Ja, denk het. Oké, oppassen. Ah, ik wou net zeggen oppassen, want ik zag... Medi. Nee. Wat denk het? Ik zei nog oppassen voor die ene trap. Dan zat er een andere trap. Ik denk van, god, dang, dan ga ik daar dood. Raak ik toch nog door die eerste. En dan ben ik helemaal dood. Ja. Nou jongens, dat was ook niet echt helpvol. Dus ik ga even mijn inventory leeg en dan loop ik terug naar de dungeon. En als ik terug ben, dan gaan we weer even verder kijken. Want even kijken hoeveel we nu hebben gehad. En, oh dang, wauw, is dat helemaal... Wauw, dat is best vet. Dus hier, we hebben nog een heel stuk te gaan. Want de dungeon is volgens mij nog een stuk groter dan dit. Dus jongens, ik ben zo terug. Tot zo.